Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. En in deze video ga ik je alles vertellen over hoe je moet gaan daten in Bali. Nou, ik leef nu al bijna 5 maanden in Bali en ik ga je precies vertellen wat je moet doen, wat ik heb gedaan om in ieder geval met vrouwen te daten hierin. En hoe je escorts kan vermijden en ladyboys, want ja, geloof me, die zijn niet genoeg. Op dit eiland zijn er zoveel vrouwen dat het echt heel makkelijk is om een vrouw te vinden. En het zal niet je prioriteit in jouw leven moeten zijn. Maar kom je naar Bali en wil je weten hoe je jezelf het beste kan voorbereiden, hoe ik dat heb gedaan, ga ik je precies mijn verhaal vertellen hoe ik dit doe. Oké? Ik ga je een aantal fouten met je doornemen vandaag. En de meeste gasten, zeker in Nederland, sterven voor aandacht. Ze krijgen weinig aandacht van vrouwen en dan komen ze één keer naar Bali of Thailand en zijn vrouwen opeens geïnteresseerd. Ze noemen hun knap, vrouwen kijken je aan en je valt in de trap. De vrouw vindt jou. Dat is een red flag. Als vrouwen op jou afstappen of jou benaderen, et cetera, dan moet je al weten, zit iets niet goed. Dat is niet de manier hoe ik het aanpak. En daarom moet je daar heel erg voor opletten. Dat ze vaak op je geld uit zijn, of escorts kunnen zijn, of ladyboys kunnen zijn. Of in ieder geval niet de juiste intenties met jou voor hebben en op andere dingen uit zijn. En datingfout nummer 2. Escorts zijn er ook heel veel. Ze kunnen er ook echt heel goed uitzien en ze feesten ook veel. Nou, een van de dingen die ik nauwelijks doe is feesten, omdat ik heel erg gefocust ben op mijn eigen online business. Dus ik ga bijna nooit uit en ik date ook nooit serieus vrouwen uit de club, omdat ik daar ook geen goede vibe van krijg persoonlijk. Nou, waar moet je op letten? Je moet de gozer sowieso niet in contact mee komen. Niet op straat, niet op massages en niet op dating apps. Je kan heel erg zien als mensen, als vrouwen op je geld uit zijn en als ze daar al gelijk over beginnen, weet je dat het foute boel is. En dat wil je dus vermijden. Oké? Nou, datingfout nummer 3, en ik zag dit ook bij een huisgenoot van mij vorig jaar. Die worden ook gelijk verliefd. Ze slapen een paar keer samen. De eerste, de beste chick die je vindt via Tinder of weet ik veel, tijdens het uitgaan. Word je verliefd op, ze slaapt een paar keer bij je samen. Je werkt minder, je gymt minder. Ze is helemaal gek op je. Het leven is goed. Ze woont al bijna praktisch bij je in. Het lijkt allemaal positief, maar hier is waarom het een gevaarlijke zone is. Ten eerste. Zij raakt misschien verliefd en jij waarschijnlijk ook. En je bent dus minder gefocust op je missie. Minder gefocust op je eigen online business. Minder gefocust op gym. Minder focus op waar jij voldoening uithaalt als een man. En daarom woon ik niet samen met een vrouw. En ja, is het heel zeldzaam dat een vrouw langer dan 24 uur bij mij is. Zeker in mijn eigen villa op dit moment. Nou, party girls. Nou, ik party sowieso nauwelijks. Je komt dus naar Bali, maar de feestjes hier zijn echt ongelooflijk top. Of Vince, of Savaya, of Shishi, of La Favela. Je hebt hier voor iedereen wat wils. Je kan in Seminyak supergoed uitgaan, in Canggu ook. Maar ook in andere plekken. Zelfs in Ubud, volgens mij, kan je goed uitgaan. Je kan overal uitgaan. De party scene is hier super groot. Grootste beachclubs van de wereld. Zeker iets waar je naartoe moet gaan en dat gewoon moet ervaren. En ja, de fout die ik veel gasten zie maken, is alcohol gebruiken of drugs gebruiken. En daarin dus ook vrouwen inmengen. Het is helemaal niet slecht om te gaan met die vrouwen, maar ze worden dus verliefd op een prachtige vrouw uit de club. Het is bij mij ook wel eens gebeurd dat ik verliefd werd op een vrouw in de club in Marbella een aantal jaar geleden. En ja, dat is uiteindelijk niet wat je wil, want dan gaat het helemaal mis. Want de vrouwen die jij in de club tegenkomt, zijn niet relatiemateriaal. En dat moet je altijd in je achterhoofd houden. Het kan leuk zijn als dat is waar je op uit bent, om een leuk avondje. Maar als je meer wilt dan dat, zou ik geen serieuze relaties in de club proberen te vinden. Al zien ze er goed uit. Nou, met Indonesische vrouwen of Russische vrouwen of Australische vrouwen of Europese vrouwen heb je altijd duidelijke regels nodig. En de meeste mannen hebben geen ruggengraat. De meeste vrouwen hier zijn ongelooflijk gespecialiseerd in man-vrouw dynamiek. Dat is heel erg traditioneel, dus ga je constant testen. Dat is iets wat ik persoonlijk heel fijn vind. Echt dat ik de man ben en zij de vrouw, om het zo maar te zeggen. Dus ik provide en zij provide op haar manier. Ik lever het huis en zij maakt het een huis. Zo zie ik het. Nou, ze zijn uiteindelijk op zoek naar een alfaman en dan moet je dat ook zijn, zeker als je die vrouw wil. En als jij dat op jouw manier doet, dan zal ze bij je blijven. Maar als jij dat niet bent en gewoon een zwakke gast wordt en zij voelt dat zij de overhand krijgt over jou, dan gaat ze je uiteindelijk verlaten. Dan gaat ze weg en dan ben je heartbroken en dan ben je nog minder gefocust op hetgene wat je aan het bereiken bent. Nou, datingfout nummer 6. Stukje ladyboys, mijn ervaring. Gelukkig heb ik geen ervaring met ladyboys, maar je ziet ze altijd gelijk. Als ik ergens ben, dan zie ik al gelijk van, hé, dit is een man. Bijvoorbeeld bij Indonesische vrouwen zie je het heel makkelijk. Als een Indonesische vrouw langer is dan 1,70 meter, dan is de kans vrij groot dat Indonesische vrouwen zijn heel klein. Je ziet het echt heel goed aan de ademsappel en
Maar je ziet het ook niet altijd. Soms kunnen het ook gewoon prachtige ladyboys zijn. Het is geen vrouwen, maar ladyboys. Zo. Daarom noemen ze het ook zo. En veel gasten vragen het niet. En ja, als je in de club bent en je weet niet zeker, vraag gewoon van: Are you a ladyboy? Heel simpel. Hoe kan je het dus zien aan die lange lengte, aan brede schouders en een adamsappel? Als je daar goed op let. En daarom is het ook belangrijk dat je niet te veel alcohol zuipt, want dan kan je zomaar met de ladyboy staan te tongen ergens in de club. Bijvoorbeeld bij Vince. En dat is geen fijne ervaring, lijkt me. En daarvoor wil ik je vandaag poeden. Nou, hoe haal je uiteindelijk loyale Indonesische vrouwen binnen? Dat is wel wat ik voornamelijk deed. Voornamelijk Indonesische vrouwen, ook Australische, als ik hier ben. Een paar baaswoordjes dus geleerd. En daarmee kan je ze dus eventueel aanspreken. Ik haal de meeste, eerlijk gezegd, van dating apps, omdat ik zo erg gefocust ben op mijn eigen online business. En eigenlijk maar een aantal supermooie vrouwen in ieder geval connect. Van hey, waar woon je? Wil je een drankje doen? En dat gaan doen. En daar haal je een veel betere dynamiek bij, merk ik. Dus ja, je kan ze ook gelijk naar je huis laten uitnodigen. Maar dat zijn niet de soort type vrouwen waar je mee naar bed wil gaan. Om het zo maar te zeggen. En dan krijg je een hele andere dynamiek. Dus ik hou ervan eerst gewoon iets simpels te doen. Een beetje een connectie op te bouwen met die persoon. Want het is ook gewoon echt een mens. En iemands dochter. En daar moet je gewoon met respect mee omgaan. En je moet weten hoe je uiteindelijk moet gedragen om vrouwen heen. En daarom is het ook belangrijk dat je ervaring opdoet. Vanaf jongs af aan. Op welke leeftijd je ook kent. Ik ben zelf ook van jongs af aan begonnen met vrouwen. Tussen aanhalingstekens. En vrouwen kwamen gelukkig altijd naar mij toe. Ik weet niet of dat door mijn uiterlijk komt, eerlijk gezegd. Of door iets anders. Maar ik heb zelf weinig moeten jagen, eerlijk gezegd. En als je hier komt, is dat al helemaal niet het geval. Nou, waar moet je uiteindelijk vrouwen oppikken? Ik raad je aan om dating apps te gebruiken. Waarom? Omdat ik dat zelf heb gebruikt. Je hebt heel veel dating apps: Tinder, Badoo, Oxypeed, Bumble, verschillende dingen. En daar kijk ik gewoon. In ieder geval, ik gebruik het nu niet. Ik ben nu met de vaste Indonesische vrouw, om het zo maar te zeggen. Dus ik gebruik momenteel geen dating apps en ik heb er ook geen behoefte aan om met meerdere vrouwen nu in contact te zijn, eerlijk gezegd. Maar dat is wel wat ik aanbeveel als je nu wel op zoek bent naar lekker leven. Gevaarlijke zones zijn dus die clubs of Thaise massageplekken wel. Waar je wel kan zoeken is bijvoorbeeld restaurants of gyms of mooie plekken of beachclubs. Ja, echt dingen waar je dus op moet letten is dus ja, je geld. Ik heb hier zeker wat geld liggen, wat Indonesisch geld. En het is me wel eens eerder overkomen dat er gewoon $300 gestolen werd vorig jaar. Ik weet nog niet of het door een vrouw was of door degene in het huis die schoonmaakt. Maar ik zou altijd heel erg goed op je geld letten. En duidelijke grenzen aangeven van hey, ja, het is nu ochtend, ik moet nu naar de gym of ik moet nu werken. Het is tijd voor jou om te gaan. Of we gaan wel samen ontbijten of niet. Ja, dat is aan jou of je dat doet. Ik vind dat persoonlijk altijd wel netjes om te doen, want het blijft ook zeker iemands dochter. En ja, je geeft ook zomaar wat terug aan die vrouw. Die vrouw geeft je ook wat, dus behandel haar daarbij ook goed. Dat is hoe ik het doe. Betekent niet dat jij het zo moet doen, maar dat zijn gewoon wat simpele tips van mij. Ik hoop dat je dit super waardevolle video vond. Like en abonneer op mijn YouTube-kanaal voor veel meer van dit soort verschillende video's omtrent online business. Misschien ook vrouwen, e-commerce, verkoop op Bol, Shopify dropshipping. En dan zie ik je weer in de volgende video. Ciao, ciao.